Zo, Hansis, welkom op deze Goeiedag. podcast. Waar gaan we het over hebben? Ja, waar gaan we het over hebben? We hadden net trouwens een gesprek over Facebook. En het gesprek, dat lijkt me ook wel een leuk onderwerp Nou, lijkt me ook om over wel. te hebben. Wat vind je van dat fenomeen Facebook trouwens? Ja, ik vind het zelf best wel bijzonder, omdat het toch een heel nieuw, ja, dreig heeft aan spiritualiteit. Vroeger ging je naar een leraar toe. Vroeger ging je naar satsang toe. En dat was ook een beetje de enige plek waar je inzichten kon verkrijgen of via een boek. En nu zijn er ook steeds meer mensen die dat op Facebook delen. Ja. En wat ik ook wel mooi vind op Facebook is dat er ook dingen gewoon ter discussie gesteld wordt. Dus vaak als je een satsang hebt, dan is het de leraar die de informatie geeft en de leerling die luistert dan. En in een groep wordt toch wel verschillende kanten, verschillende meningen bij je opgegooid, waardoor het dus heel dynamisch, zoals het wordt, waarbij je verschillende perspectieven en verschillende invalshoeken van verschillende mensen ziet. Ja, het is wel lekker dynamisch in ieder geval. Ja. Ik vind wel dat er af en toe wat kinderzinnen is dan, hè? Een beetje ruzieachtige sfeer. Er zijn nu weer andere mensen die zeggen, ja, dat is weer helemaal fout, er mag geen ruzie zijn. Nee, alles moet. En de ene is natuurlijk ook wat. Facebook is wat ruiger dan het echte leven, vind ik. Ja, dat denk ik ook. Maar dat komt ook al, zoals we al eerder over hebben gehad. Dus ik denk dat er ook veel non-verbale communicatie mist. Je ziet niet wat iemand, ja, hoe iemand iets aangeeft. Je hoort de toon niet, je ziet de gezichtsuitdrukking niet. Waardoor ik soms wel het idee dat het wat sneller botten overkomt naar elkaar. Ja, en ik heb ook wel eens, weet je, je zit op Facebook op je telefoon, het is natuurlijk heel laagdrempelig. En dan heb je wel eens gewoon dat je niet goed uitgeslapen bent, een beetje chagrijnig. En dan denk je, nou, wat hij nou weer geschreven heeft, straks even laten weten dat het allemaal nergens op slaat. Weet je. Ja. En als je in gesprek bent, dan zou je dat toch iets anders aanpakken. Ja, nee, inderdaad. Dus zij zeggen, joh, is dat nou wel zo? Zo, waarom weet je dat? En op Facebook ben je geneigd te zeggen, wat een onzin. Ja. Maar ja, ik vind dat toch wel dat discussiëren, ondanks dat het wel eens heel erg heftig uit kan lopen, waarbij echt de ene mening naar de andere mening naar elkaar wordt gegooid, heeft dat ook wel wat. Ja. Het stelt ook wat dingen op de proef of zo. Op Ja. de proef, want ja, ik kan het echt niet, ik kan het echt niet zo goed verwoorden, maar. Nee, je moet wel heel. Als iemand jou een beetje, zeg maar, aanvalt, wat op Ja. Facebook wel gebeurt, hè, dan ben je gedwongen Om heel constructief te zijn, dan kan ik om eens af. even goed te denken: ja, het is niet waar wat hij zegt nu, maar Hoe ja, vertel ik hoe het? vertel ik dat en hoe Ja. weerleg ik het eigenlijk? Ja. En je kijkt ook heel erg goed naar je eigen, wat jij zelf vertelt ook. Omdat je natuurlijk, je moet ook die tekst schrijven. Maar voordat je Ja. het schrijft, kijk je zelf ook nog naar van wat klopt het wel wat ik zeg. Dus je bent ook eigenlijk heel erg reflectief bezig met die Ja, discussies. Komt ook precies. heel erg zelfreflectie bij. Ja, het heeft altijd al zo gewerkt, hè? Ik hoorde een verhaal over Shankara, de Ja. grondlegger van de Advaita Vedanta. Die leefde dus in een tijd dat er allemaal, het boeddhisme was inmiddels vertrokken uit India, er waren allemaal brahmanen en de Upanishaden en de Veda's, die waren allemaal geschreven, dus dat lag helemaal vast. En Ja. hij begon het dus anders te doen. Hij zei, ja, die kennis, hè, dus Advaita Vedanta betekent eigenlijk ook, Vedanta betekent iets van het einde van de kennis. Ja. Einde van de geschreven kennis. Einde van het weten. Einde van het weten. En hij begon dat te brengen, maar hij wist natuurlijk, omdat hij in een hele vijandige omgeving zat, Ja. dat hij constant aangevallen werd. Dus hij is ontzettend nauwkeurig gaan formuleren. En dat precies, zodat hij eigenlijk al van tevoren elke aanval die zou kunnen komen, Ja. getackled had. Ja. Dat hij niet slordig of vaag formuleerde, maar heel precies. Nou ja, als die nu geleefd zou hebben, dan zou die aanvalletjes makkelijk hebben weerstaan natuurlijk. Ja. Ja, dat is ook wat mij heel erg heeft geholpen om ook wat, ja, ook echt specifiek te zijn over mezelf, inderdaad. Doordat je ook zoveel commentaar krijgt,
van anderen en mensen veel sneller kritisch naar je kunnen zijn, word je ook echt veel kritischer naar jezelf. Ja. Dus je kunt ook op een gegeven moment, ben je ook wel terughoudend met wat je zegt. Ja, en ik geloof ook wel dat je, kijk, als ik nou praat met iemand, ik praat dan elke woensdag, nee niet elke woensdag, eerste woensdag en derde woensdag van de maand praten over Advaita Vedanta in Dordrecht. En ja, in het begin was ik eigenlijk, ja, nieuw, mm-hmm. maar allemaal, en het waren allemaal aardige mensen ook. Ja. En ja, vond het niet zo gepast om daar dan zo, je houdt je wat in of zo. Ja. En het mooie was bij Advaita, of bij Facebook op Advaita, ja, je houdt je veel minder in. Dat is mm-hmm. ook wel het probleem, hè, aan de ene kant. Ja. Van het medium internet, maar. Ja. Maar het heeft ook voordelen dat je niet inhoudt. Want je formuleert daardoor wel veel scherper wat je eigenlijk zelf wil. En je zegt niet zo van, hè, als op woensdag het Cor iets zegt en zo, dan zeg ik niet gelijk, wat een onzin, Cor. Nee. Nee, je denkt ook al zo, wat. Ja, nou, inmiddels wel hoor, want ik ken hem nou zo goed. Mm-hmm. Dat ik daar wel zeg, wat een onzin. Ja. Of niet natuurlijk, hè. Ja. Ja, je denkt wel beter graag voordat je iets deelt. Ja, maar in het begin ging ik er natuurlijk heel omzichtig mee om. Nou ja, ik was daar nieuw, dus dan ben je wat voorzichtig. Ja. Ja. En ja, dat is eigenlijk niet goed. Mm-hmm. Je moet gewoon in discussies over Advaita, moet je gewoon echt zeggen wat je wilt, wat je bedoelt. Ja. Daar leer je van, dan sla je de plank gigantisch mis. Nou, geweldig. Ja, ja inderdaad. Er zijn alleen 99 mensen die dat fantastisch vinden dat jij de plank misslaat. Dus die gaan dan allemaal snel jou vertellen wat je allemaal fout doet. Ja. Ja, wat ik ook heel mooi vind van Facebook, is dat je ook eigenlijk, er zijn veel meer mensen bij betrokken. Dus je krijgt mensen te maken met de cursus uit wonderen, de een vanuit boeddhisme, de een vanuit Advaita, de een vanuit weet ik veel wat, waardoor dat eigenlijk echt een heel veel breder spectrum krijgt. Cursus in wonderen natuurlijk, die er dan ook nog tussen zitten, die weer een ander perspectief hebben. En ja, het is allemaal hetzelfde, maar ze hebben ook wel, en daar komt volgens mij ook een deel van die discussie, al die richtingen hebben een beetje hun eigen woorden, zeker. Ja. Dus je hebt Advaita woorden, en je hebt boeddhistische woorden, en je hebt cursus in wonderen woorden, en soms denk ik, heeft Ajila het in godsnaam over, weet je wel? Ja, ja. Nou ja, een vriendin van mij, Anita, die is dan van de cursus in Wonderen. Dus dan ben je daar al een beetje mee bekend. Dus dan kan je dat wel een beetje plaatsen. En dan weet je eigenlijk, oh ja, dat is ook non-dualiteit. Dus even beter luisteren, denk je dan. Mm-hmm. Maar ja, de eerste keer als jij gewoon, je hebt eindelijk het licht gezien, zou ik maar zeggen. Ja. En in de Advaita, dan komt iemand met een wollig verhaal uit het boeddhisme. Gelijk schieten, weet je wel, uit de heup. En dan achteraf kom je toch nog achter van, oh ja, het klopt eigenlijk. Oh, eigenlijk is het, ze zeggen eigenlijk hetzelfde. Ja. Alleen ze hebben het over de leegte en over de vergankelijkheid. En ik noem dat toevallig, liefde of energie en beweging of zo. Ja. Taoïsten, die vind ik ook wel mooi, die noemden, ik vond dat nog steeds het mooiste, die noemden het onnoembare. Ja. En dat is eigenlijk de beste terminologie, taal, het onnoembare. Ja, later is het ook wel vertaald als de weg. Ja. Wat ik ook wel mooi vind als caminoganger. Maar, mm-hmm. maar wilden ze een woord hebben wat er niet was. Omdat het onnoembaar was, hebben ze taal genoemd. Maar ja, later krijgt het dan toch weer een betekenis. Krijg je toch wel weer een woord. Ja, krijg toch weer een woord. Het onnoembare. En dan gaan mensen weer aan hangen. Ja. En, ja. Dat is niet te vermijden waarschijnlijk. Hmm. Maar laten we elkaar daar maar lekker scherp houden. Ja. En daarom vind ik het wel leuk dat die neo-advaita en die gewone traditionele advaita, ja, mag van mij gewoon hartstikke door elkaar lopen. Hmm. En ik denk zelf dat die neo-advaita wat eenzijdiger is. Omdat hij alleen. Maar jij maakt een mooi voorbeeld, hè? Over die berg. Hoe was die ook alweer? Oh ja, dat is niet van mezelf. Ik weet even niet. Iemand zei dat ooit ook een keer via Facebook. Die zei van vaak als je
Ja, nu wil ik niet alle neo-fighten over één kam scheren. Maar ik wel hoor. Maar, wat je vaak ziet bij neo-fighten is dat de leraar al vaak op de top van de berg staat. En die heeft al heel breed uitzicht. Die ziet dingen al heel goed. En die leraar die wil dan vertellen wat hij ziet aan een leerling die nog aan de voet van de berg staat. Maar de leerling die aan de voet van de berg staat, die ziet nog niet zoveel. Die begrijpt dingen nog niet zoveel. En dan kun je wel boven de top naar de leerling roepen hoe de dingen in elkaar zitten. Het is al goed hoor. Het is al goed, maar een leraar of een leerling aan de voet die zal dat heel moeilijk kunnen begrijpen. Ja, precies. Die leraar moet natuurlijk eerst even naar het niveau verlagen van de leerling. Ja, dat is de discussie dus. Ja. Stap voor stap dingen uit te kunnen leggen, zodat de leerling zelf ook datzelfde zicht krijgt op de top van de berg als de leraar. Ja, ja precies. Dus het enige verschil is die neo-advaitanen, neo-indianen, die willen liever geen concessies doen. Omdat als zij naar beneden gaan, dan weten ze dat ze onwaarheid moeten spreken. Althans, concessies. En daar hebben ze geen zin in. Dat willen ze niet. Ze vinden dat fout of versluierd. Het is toch illusie, dus waarom zou je daarop ingaan? Ja, precies. En we zeggen alleen maar echt de keiharde wat waar is. Ja. En andere leraren, en ik zou zeggen, zo'n Ramana Maharshi wat ik jou vertelde, dat die drie groepen van leerlingen benoemde. Ja. Waarvan de groep die het allemaal niet in één keer zag. Ja. Gewoon ook aan de gang begonnen en zei, doe maar yoga, of pak die yoga is ook goed. Mits je maar niet denkt dat jij iets goeds gedaan hebt. En weet je, dus hij probeerde die groep dan via andere manieren. Ja. En ook al gaf hij toe dat het misschien wel een beetje bezigheidstherapie was in de tussentijd tot ze het zagen. Ja. Maar ging hij daar wel met die mensen ook wel aan de slag. Ja. Dat vind ik ook wel mooi in het Taoïsme. Er wordt ook vaak aangegeven dat je eigenlijk met de stroming mee moet bewegen. Je moet niet zozeer tegen dingen indruisen, tegen dingen ingaan. Je moet meegaan met de flow. En dat heb ik dan soms wel eens bij het fighten leren, is dat ze heel erg tegen de stroom ingaan van de leerling, hoe het bij de leerling stroomt. Waardoor dat soms ook juist heel erg gaat botsen en waardoor het voor leerling ook vaak wat onbegrijpelijk wordt. En dat hangt van de leerling ook af, hè? Ja, ook aan want kijk, ik weet dat bijvoorbeeld de verhalen die ik dan hoorde van Nisargadatta Maharaj in combinatie tot de Nederlandse kliek. Ja. Op een gegeven moment was een van die Nederlanders, die was ontzettend vervelend geweest, vond Nisargadatta. Mm-hmm. Dat was Wolter Kears. Ja. En toen zei Nisargadatta, al die Nederlanders, die moeten maar eens even gewoon eruit oprotten en behoorlijk niet meer komen. En die Nederlanders, die vonden dat eigenlijk maar heel vervelend. Die keken een beetje boos naar die anderen. Dat was Jan van de Oever vertelde dat laatste keer. Mm-hmm. En ik wist eigenlijk nooit over wie die het had, maar later in een ander verhaal begreep ik dat Wolter Kears was geweest. Die dat een beetje lekker doordrammen en zo. Maar mensen als Wolter Kears en Alexander Smit, die waren echt van de confrontatie, zo leerden zij. Ja. Nou, bij Nisargadatta waren ze wel aan het juiste adres. Zelfs dat ze eruit werden gesodemieterd. En natuurlijk, na een dag of twee mochten ze weer gewoon gezellig binnenkomen. Ja. Maar daar leerden zij ontzettend veel van. Terwijl anderen, die hebben meer een leraar nodig als Eckhart Tolle of zo. Die een beetje begrijpend is en die ingaat op de vraag. En het idee geeft dat hij je helemaal begrepen heeft. Ja. En een antwoord geeft. Uiteindelijk is het hetzelfde antwoord. Ja. Alleen de manier is echt 100% verschillend. Ja, het is, ik denk dat neo-advaita en advaita, ze kunnen elkaar wel mooi aanvullen. Want wat je natuurlijk ook ziet bij de wat traditionele advaita, is dat mensen heel erg met het bewustwordingsproces bezig zijn. Dan wordt het vaak meer gezien als een soort proces waar je zelf onderzoek moet verrichten, waarbij je moet mediteren. Maar op een gegeven moment, tenminste dat zag ik bij mezelf, is dat op een gegeven moment dat je heel erg bezig bent met het proces, met het zoeken, met het worden of met het bewust worden. En neo-advaita kan je dan toch nog wel even die klap geven, pas van hey, zijn hè? Je bent er al. Het is eigenlijk al datgene waar je naar zoekt, is hier nu. Ja, precies. Dus het kan elkaar wel aanvullen in bepaalde opzichten. Maar ik denk niet dat je in een van die uitersten helemaal moet gaan of in een van die uitersten moet blijven hangen. Liefde is op zoek naar zichzelf of zo, zei iemand een keer. Ja, Wolter Kears heeft daar volgens mij. Of daar is laatst een boek van uitgegeven. Ja, precies.
En Alexander Smit is wel heel grappig als je naar die bandjes van Walter Kears luistert. Ja. Heel veel van die tapes. Dan hoor je vaak dat Alexander Smit dezelfde woorden gebruikt. Ja. En zelfs, sommigen zeggen Walter Kears een steile wandfiguur, die heeft geen humor. Maar dat had hij wel, was alleen net iets subtieler. Maar je hoort zelfs soms dezelfde soort humor erin verschijnen. Dat vind ik wel heel leuk. En, ja. Want er is een tijd geweest dat Walter Kears en Alexander Smit gingen altijd gezamenlijk naar lezingen geven. Die gaven ze dus ook soms met z'n tweeën. En ze raakten meestal de weg kwijt en zo. Mm-hmm. En dus dan, zei de een tegen de ander, zo kom je nog eens ergens. En de ander zei, zo zie je nog eens wat. En dat zei ze ongeveer elke keer, want ze raakten bijna elke keer de weg kwijt. Ja. Dus dat zijn van die leuke anekdotes. En ik luister graag naar Alexander Smit bijvoorbeeld. En die is ook af en toe heel begrijpend. Mm-hmm. Volgens mij keek hij ook echt de leerlingen wel aan. Ja. Maar af en toe is het ook dat hij gewoon zegt van, ja, maar dit is het onderwerp niet waar we het over zouden gaan hebben. Dus daar geef ik geen antwoord op. Ja. Of, hey, ga staan, want ik kan je niet goed verstaan. Hup, sta op. Haal eens adem. Ja. En stel je vraag, weet je wel. Een beetje, wat hard, nou niet harder, wat steviger. En, ja. Het confronteren, zeker tegen de leerlingen die er al langer waren, waarvan die wisten dat ze het nou wel een keer moesten weten, weet je wel. Ja, ja. Of die het al een beetje begrepen hadden, die pakten die best flink aan. Ja. Ja, er wordt ook over de Boeddha verteld dat er eigenlijk niet één weg voor iedereen had. Eigenlijk is ieder individu is ook anders. Iedereen heeft met verschillende conditioneringen te maken, met verschillende overtuigingen, waardoor eigenlijk niet voor ieder persoon dezelfde, zou ik het zeggen, altijd dezelfde methode gehanteerd kan worden. Ja, dus. Tegenwoordig noemen wij dat in managementtermen situationeel leiderschap. Ja. Ik moest daar verplicht destijds cursussen in volgen. Ja. Daar had ik geen zin in, maar ja, goed, dat moest en dat was. Maar het is gewoon eigenlijk precies wat jij zegt. De ene iemand heeft een hele andere aansturing nodig dan de andere. Ja. Het ene team heeft een andere aansturing nodig dan het andere team. Ja. De een kan je meer loslaten, de ander moet je echt meer directief zijn. Ja, weet je wel? Dat is wat eigenlijk elke leraar ook een beetje zou moeten. Dat idealiter ook, ja. zou elke leraar dat hebben. Ja. En je ziet bij sommige leraren dat ze dat ook best hebben. En sommigen ook weer helemaal niet. Sommigen helemaal niet. Ja. Dat wordt dan Tony Parsons. Ja. Dat zie je inderdaad wel veel bij Tony Parsons. Maar bij anderen zie je, hè, bij Douwe, zag je ook dat hij best wel verschillende niveaus aan kon raken. Ja. Maar ik weet wel, op een van die satsang zei hij, had hij een keer aangeraden iemand. Hij zei, ga nou eens anders lopen. Ga nou eens gewoon lopen, langzaam, meditatief lopen. Mm-hmm. Je hoeft niet zo langzaam dat ze nog net niet de ambulance gaan roepen of de dokter gaan lopen, weet je wel? Ja. En wees je dan bewust van alles. En, goed, die leerling die stelde weer een, tussen haakjes, een domme vraag. Toen vroeg hij, by the way, heb je nog meditatief gelopen, zoals ik gezegd had? Nee, nog niet. Hij zegt, waarom stel je dan deze vraag weer voordat je dat gedaan hebt? Ja. Oh ja, ja, ja. Dus ja, zo zachtzinnig waren ze daar ook. Ze waren wel allemaal aardig, maar ja. niet allemaal zachtzinnig, nee. Ja. En ik vind het wel leuk, ik weet dat ik over de Boeddha las ik dat op een gegeven moment hield hij dan één bloem. Ja. Tijdens die lezing, ook zo'n beroemde lezing, één bloem. Mm-hmm. Begon maar één leerling begon te glimlachen na verloop van tijd. Ja, zonder een woord te hebben gesproken. Zonder een woord te hebben gesproken. Jij hebt het begrepen. Ja. En de rest zat te kijken zo van, hebben die twee het in godsnaam over? Mm-hmm. Ja, goed, dat is dan weer een ander niveau. Ja. Ja, uiteindelijk zie je ook in al die verschillende tradities, er zijn verschillende wegen of verschillende benaderingen, maar uiteindelijk leidt het toch weer naar hetzelfde. Ja. Ja, nee, absoluut. En wij proberen dat dan een beetje te doen op. Ja, je kan het eigenlijk, er zijn eigenlijk twee benaderingen wat dat betreft. Je kan meteen boom.
direct naar het hier en nu verwijzen. Maar je kan het ook langzaam die illusies afbouwen of langzaam die conditioneringen afbouwen door middel van meditatie. Als je kijkt naar Advaita, het wordt ook wel de directe weg genoemd, omdat het meteen verwijst naar dat waarin alles dat, is, ja. Waarin alles manifesteert. En bij Zen leer je eigenlijk door eerst door gewoon aandacht te hebben voor de dingen wat er in het moment is. En langzamerhand kom je woordloos tot datgene waarin je alles... Ja, Zen is niks voor mij. Zen is niks voor mij, geloof ik. Want nee. Dan zetten ze die mensen allemaal naar een witte muur. En dan als je een beetje in slaap valt, krijg je nog een tik. Dat is niet echt mijn... Ja, maar Zen is ook niet alleen zo en zo meditatie. Je hebt ook bijvoorbeeld loopmeditatie. Ja, ja, ja. Het is eigenlijk een heel breed grip. Maar bij Zen is dat je dus bewust wordt van... Vooral als je bij zo'n muur tegen zo'n muur aankijkt, is dat je voornamelijk bewust wordt van je eigen gedachten. Dus ja. Wil je ook dus de bewegingen van de mind leert kennen... En daarmee ook dus de illusies en de, ja, eigenlijk de onwerkelijkheden van de mind. Waardoor dat dus langzamerhand ontsluit wordt door datgene wat eronder ligt. Ja. Nou, ik geloof dat ik het nog het meest zie in de 1980 oude methode. Gewoon constant goed te kijken en luisteren en kijken of je... Of je kan zien wat het niet waar is. Of je jezelf op de leugen kan betrappen van verkeerd waarnemen, verkeerd luisteren. Ja. En wat ik nu wel doe is gewoon proberen. Dat vertelde jij ook, hè, tijdens het interview. Van het gewoon proberen in de bewustzijn die je voelt. Bewustzijn van het voelen. Ja. Van je energielichaam en dergelijke, om daar gewoon continu in te blijven. Ja. En als je eruit gaat en je wordt je daarvan bewust, nou jij zei bijvoorbeeld door een cliënt of zo kan je er bewust worden. Ik heb bijvoorbeeld een gong die slaat geloof ik 7 keer per dag of zo, op willekeurige tijden. En dan, oh ja, dat is ook goed. Het was heel interessant te kijken of ik dan, ja verdomd, het werkt toch. Ja. Oh, het is toch echt even, oh, even terug. Ja. Ja, ik hoorde zelfs dat klokslagen van de kerk, dat het vroeger ook eigenlijk zo werd gebruikt om tot inkeer te komen, om weer even... Ja. De aandacht ook weer naar binnen te richten. Dat is ook een beetje van hetzelfde idee. Ik geloof dat het heel goed werkt. Ja. Alleen bij die klokslagen. Ik heb wel eens gekampeerd ergens bij. Waar zo'n klok dan ouderwets nog elke keer. Elk uur. Maar het feit dat het elk uur is. Is op een gegeven moment. Neemt het effect sterk af. Ja, omdat het dan een gewoonte wordt. Ja, en je kijkt ook wel even hoe laat het is. En zo. Ja. En ik heb gemerkt, die gong, die zeg je dus, ik kan trouwens kiezen, maar die zet je op random. Mm-hmm. En dus het is compleet willekeurig, je zit tv te kijken en... Oh, dat is wel gong. Een mooi systeem inderdaad. En dan komt er weer zo'n mooie donkere gong, weet je, met een beetje mooi geluid hebben. En dan denk ik, even ontspannen, even terug, even... En soms is dat ook niet nodig, maar ja, ik vind het toch wel mooie hulpmiddelen uit de techniek tegenwoordig. Ja, je hebt tegenwoordig technologie. Ik zag ook al dat je van die apps hebt om te mediteren. Ja, en je hebt er een paar die zijn. Er is één betaalde, die kon je wel gratis downloaden de eerste 14 of 7 lessen. Ja. Die heb ik eens geprobeerd. Okay. En ik moet zeggen, die was wel erg goed. Het is ook van een hele bekende, geloof ik. Maar die vond ik weer te duur om aan te schaffen. Okay. Dus heb ik eens gekeken of ik die niet via een of andere gratis download, via een omweg of kon rippen of weet ik. Maar dat is me nog niet gelukt. Dus, okay. Maar die vond ik wel. Ik vond het wel heel leuk. Ik weet ook dat Deepak Chopra, maar dat is niet mijn favoriet, want die heeft wel heel veel hocus pocus eromheen gebrouwen. Ja. Maar die had ook zoiets, 20, 30 meditaties of zo, die staan nog op mijn telefoon. Ik heb ze nog geen één keer afgeluisterd, ik kan dat nog een keer doen. Ja. Maar ik denk alles wat je kan helpen is op zichzelf goed. En je merkt ook op een gegeven moment wel dat het niet meer echt nodig is. Maar het rare fenomeen doet zich dan voor,
dat ik het wel prettig vind. Blijft vinden. Dus ik ben bijvoorbeeld in gesprekken met jou of met die club in Dordrecht of met David een paar dagen geleden over liefde. Ik blijf die onderwerpen op een of andere manier toch interessant vinden. Ja. Blijven me boeien. Ja. En terwijl ik denk, ik weet alles. Ik voel eigenlijk behoorlijke tijd ben ik gewoon heerlijk in ontspanning, in bliss enzovoort. En toch blijf ik het leuk vinden. Ja, ik herken het. Ik heb precies hetzelfde. Maar dat brengt je ook weer tot die herinnering van, je komt weer even terug in die stilte. Want soms merk je toch wel weer dat het in het begin, dat je een beetje soort, dat een beetje verdwijnt. Of het besef, datgene waar het om gaat, dat verdwijnt natuurlijk niet. Maar het besef verdwijnt hier een beetje. Vooral in het begin. En door elke keer weer te lezen, dan kom je daar weer eigenlijk een soort van terug. Kom je weer terug in datgene waar je nooit van weg bent geweest. Ja, precies. Want op een gegeven moment, ik was hier op de tv, je hebt tegenwoordig van die smart tv's, dus ik kan die video, kan je ook lekker op breed, kan je dadelijk lekker op breedbeeld zien. Ja. En dan toets ik wel eens Eckhart Tolle in en dan vraagt Hattie Hattie vindt het ook leuk om te luisteren af en toe. Ja. Maar waarom luister je eigenlijk? Hè? Want ik bedoel, ik vertel eigenlijk precies hetzelfde als Eckhart vertelt of zo. Ja. Hè? Ja, voor mij is dat een soort meditatie die ik al had, maar op een andere manier. En ik vind het een soort heerlijke. Ik zweef gewoon even weg. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja. En ik weet nog goed dat Alexander Smit zei. Kijk, hij had vaak voetrennen bij zich in zijn satsangs, dan kon hij mooi de goede vragen stellen. Als er dan geen goede vragen kwamen, dan hoor je hem zeggen. Voetrennen, heb jij nog een vraag? Weet je wel zo? Ja. En hij zei een keer, ik weet niet wie mij dat vertelde, maar misschien Wouter wel trouwens, want die kent die beide heren. Ja. Die kende de beide heren. Het zijn alle twee overleden nou, hè. Ja, weet je wat met Jan is? Jan is verliefd op de zoektocht. Hij weet de antwoorden al lang, maar hij is verliefd op de zoektocht. Ik herken dat bij mezelf ook wel. Als ik ophaal met, ik zoek eigenlijk niet meer, maar het was zo lekker om te zoeken. Die eerste boeken van Krishnamurti, oh man, ik verzwolg ze. Ik zat er helemaal in, de dagen vlogen voorbij. Dus ik heb nog steeds zoiets van, ik vind dat zo lekker. Mm-hmm. Dus ik ben ook wel een klein beetje verliefd op de zoektocht, al is er niks te zoeken. Hè? Heb ik niks te zoeken, ik ben nog steeds een beetje verliefd. Ja, het is ook misschien een soort van fascinatie. Een soort verliefdheid inderdaad, wat je zegt. Want het is natuurlijk wel de ingrond van je hele leven, van je hele bestaan. Ja. En je toch misschien een soort van relatie, dat is misschien niet de goede verwoording voor me. Ja, het is een deel van je leven. Het hè? Is echt, maar ik wil inderdaad, het is wel echt iets wat met je hele leven te maken heeft. Ja. Ik zat te denken. Het is een tekst van Rumi, maar ik ben even vergeten. Oké, een mooie tekst. Ik heb trouwens een prachtige muziek. Het is met de geliefde, maar ik ben het even kwijt. Ja, altijd de geliefde, hè? Ja. Ik heb trouwens ik heb nog gedacht of ik misschien naar de Ramana Maharshi Ashram zou gaan. Ja. Die ligt vrij dicht bij een mooi badplaatsje. Ja. Ga er mooi naar vliegen, dan ga je lekker aan het strand liggen. En dan ga je vervolgens lekker 3 uur of zo, 3-4 uur rijden. En dan kan je in de ashram verblijven. Ja. En dan hebben ze daar natuurlijk een heel mooi gebied met die Arunachala. En waar allemaal tempels eromheen. Dus 15 kilometer om eromheen te lopen. Dus, omdat er zoveel tempeltjes zijn, kan je daar wel 5 of 6 keer omheen lopen, stel ik mij zo voor. Ja. Toen dacht ik, 8 jaar. Maar het is allemaal voor romantiek waarom ik het zou doen. Ik kan net zo goed iets anders doen. Maak helemaal niks uit. Geen fluit uit. Maar ik heb ook wel soms van die momenten dat je dan heel erg beetje die verliefdheid hebt met de waarheid. Maar soms heb ik ook wel eens momenten dat het me ook helemaal geen reet even interesseert of zo. En dat heb ik ook weer. Als ik dan weer met bepaalde dingen bezig ben of zo, dan. Nou, is goed. Boeiend, is goed. En aan andere momenten kan het weer helemaal terugkomen. Ja. Ja, nou, dat is op zichzelf prima, dynamisch. Ja.
Ja, maar op een gegeven moment, ik merk wel, ik begon dat op een gegeven moment te krijgen bij Douwe, dat je af en toe merkt van, hé, er is zo'n gevoel, hè? Noem het liefde. Liefde is niet, nou ja, liefde is er best een goed woord, omdat het een beetje in de richting komt van totaal. Ja. En dat had ik dan bij Douwe, en op een gegeven moment, als ik er dan van afkwam, hield dat even stand. Ja. Heel even. En daarna was het weer weg, weet je wel. Dan kon het weer eens getriggerd worden door je vriendin. Ja. Dan was het weer even. Was het weer. En heel langzaam werd dat meer. En op een gegeven moment merkte ik dat als ik op vakantie ging, heel jammer, maar eigenlijk was het door zo ontzettend veel indrukken, had ik dat niet, werd het eigenlijk gewoon weggedrukt naar de achtergrond. En dan was ik thuis en werd het weer meer. En op een gegeven moment, volgens mij hoef je zo'n proces verder eigenlijk helemaal niet meer zo te sturen. Mm-hmm. Want het wordt altijd maar meer. Ja. Het neemt nooit af. Mm. Dus behalve als je je onderdompelt in, waar waren we toen naartoe? Burma, geloof ik. Ja. Je dompelt je in Burma op eigen gelegenheid. Dus als je nou in een groep bent, dan gaat het ook nog wel. Maar op eigen gelegenheid, dan ben je druk bezig. Al was het maar om van A naar B te komen. En ja, weet ik ja. Wat. En de indrukken. En je hebt een prachtige, de Vallei der Tempels, is geweldig daar. Dat zijn echt honderden tempels op een, ja, hoeveel zal het zijn? Nou, misschien zijn het 20 bij 20 voetbalvelden of zo. Weet je wel, het is een gebied als Ommoord, zo ongeveer. Ja. Oh, prachtig. Maar je bent daar wel heel druk mee bezig. En eigenlijk, je gevoel... Mm-hmm. Je activiteit en ook je hersenactiviteit wordt eigenlijk opgepompt. Dus je krijgt die kortere, wat is het, hoogfrequentere denktrilling. Ja. In plaats van die langzame, wat is het, weet ik hoe ze die golven noemen, gamma-golven, weet ik. Ik heb er niet zo heel veel verstand van. In ieder geval, dat je de golf die net bij de slaap, bij het slaap zit, maar dat je wel bewust bent nog. Dat is heel raar. Terwijl je denkt, ik ga op vakantie om te ontspannen. Nou, als ik op daar eigenlijk vanuit moet gaan, dan is dat niet zo. Ja, de Camino, dat is heel anders natuurlijk. Daar loop je gewoon elke dag. En ja. Daar verdwijnt dat niet. Hè? Dat, misschien wordt het wel meer zelfs daar. Ja. Maar als je gewoon echt een hele mooie verre vakantie gaat doen, ben je zo druk bezig. Ja, dan lijkt het een soort van vergetelheid of zo. Ja. Toen wel in ieder geval. Ja. Misschien is dat nou ook anders. Maar zo grappig. In de kant lijkt het alsof dat bewustzijn steeds meer erbij komt. Maar soms, eigenlijk bijna altijd, lijkt het voor mij ook eigenlijk het omgekeerde. Je valt juist steeds meer dingen weg, waardoor dat wat er altijd onder ligt steeds meer zichtbaarder wordt. Of hoe zou ik het zeggen? Als je eigenlijk net met zelfonderzoek bezig bent, dan heb je het idee dat dat bewustzijn er niet altijd is. Pas op momenten dat je even die doorbraken van hé, oh ja, dit is het. Mm-hmm. Ja. En dan lijkt het net alsof het alleen maar op die momenten er is. Maar eigenlijk wat er gebeurt, als je naarmate je steeds meer bewust wordt, is dat er niet echt dingen bij komen, maar vallen juist steeds meer conditioneringen weg, waardoor dat schone overblijft. Alsof iedere keer valt er een stukje versluiering weg. Versluiering weg, inderdaad. Waardoor dat wat is naakt blijft. En dan gaat iedere keer een stukje weg. Ja. En soms meer. Ik, op een gegeven moment het is echt letterlijk een ontsluiering of een ontdekking. Ja. Laten we zeggen. Ik zat een keer boven op zolder en toen kwam er een bizarre ervaring, ook wel een beetje een angstige ervaring. Toen kwam er een soort zwarte energie, die min of meer gevisualiseerd was, die kwam dwars naar me toe. Ja. En ik was alleen, ik was op zolder en ik dacht, niks doen. Ik bedoel, het was... Ik weet niet wat er gebeurt, maar laat ik me niks doen. Die kwam als het ware door me heen en die nam van alles mee. Dus eigenlijk kwam er niks naar me toe. Waarschijnlijk ging er iets van mij af. Ja. Dat was in ieder geval een magistrale ervaring eigenlijk. Beetje angstig. Wel angstig. Ja. En dus ik zeg op de volgende satsang tegen Douwe, dit en dit is gebeurd. Hij knikt zo. Hij zegt, ja, het is een interessante ervaring. Mm-hmm. Punt.
het blijft een ervaring. Ja. Dus dat was ook gewoon een ervaring. Ja, voor mij was het wel wereldschokkend, maar het was ook maar gewoon een ervaring. Ja. Er gaan constant dingen weg. Er zijn constant, alleen ja, normaal zie je ze niet zo gevisualiseerd als groot en zwart en weet ik wat. Ja. En zo is denk ik zelfs zijn dood waar ik je over vertelde, dat ik hem dus zag op het moment dat hij doodging, zag ik hem. Ja. Ik weet zeker dat hij gezegd had als ik het tegen hem had kunnen vertellen van, nou ja, interessante ervaring hoor. Ja. Ik was er wel vol van natuurlijk. Mm. Ja, maar dat is ook wel een beetje het gevaar aan zulke ervaringen. We kunnen op een gegeven moment kunnen we die dingen helemaal als heilig gaan beschouwen. Als dit is het. Je mag er ook geen grappen, een ander mag er ook geen grappen meer over maken. Hé, je hebt nou nog gezien. Hè? Of ja, dan willen we, sla erop. Of dan willen we terug naar grijpen. Ja, of nog een keer iets. Nog een keer beleven. Nog een keer beleven. Dat is volgens mij het probleem. Nog een keer beleven. Dat kan niet. Dat kan niet. Behalve als je constant nieuw bent, dan beleef je alles nieuw. Ja. En dan heb je... Ik weet zeker, ik zie nou bijvoorbeeld, dat vroeger zag ik dat nooit, daar heb je zon, gras en regen. Hè? Ja. En nou, vroeger zag ik gewoon nat gras. Ja, lastig, vervelend, moet je doorlopen, krijg je natte voeten op. Ja. Tegenwoordig zie ik prachtig waterdruppels hangen aan het gras, wat dan allerlei kleurschakeringen heeft. En dat vind ik, dan zeg ik tegen iemand, wil je eens kijken hoe mooi dat gras is. Ja. En dan zie ik zo iemand kijken zo van, ik weet niet of het nog goed gaat met Victor. Ja, je gaat op een gegeven moment steeds meer die wonderen in de kleine dingetjes zien, wat je voorheen niet zag. Ja, het is hetzelfde gras. Ja. Het gras is niet veranderd. Nee. Je komt weer eigenlijk ook weer echt terug tot dat kind zijn. Dat verhaal hoor je wel vaak in leerlingen. Dat een kind, die ziet de wereld nog gewoon zoals het is. De wereld is dan nog vol wonderen. Ja. Alles is nieuw voor een kind. Ja. En dat gebeurt ook een beetje bij zelfrealisatie en bevrijding. Is dat je steeds meer die ideeën hoe dingen in elkaar zitten valt weg. De betekenis valt weg, waardoor dingen eigenlijk weer nieuw tevoorschijn komen in hun naaktheid. Ja, want je hebt ook geen woord dan. Je denkt niet gras, je denkt niet waterdruppel, je denkt niet zon of zo. Nee, of je denkt sowieso van, is het gemaakt. Mooi, schoonheid is het gewoon. Ja. Je denkt dus nergens. Juist het niet denken is die waardoor je die schoonheid. Ja. Ontdekt. Ik heb dat ook, ja, dat klinkt heel vies en heel raar, maar ik heb dat toen ooit een keer met ontlasting gehad. Dus dat ik op de wc zat, dat ik mijn hoop heb losgelaten. En toen ik, net voordat ik spoelde en dat ik dan naar mijn hoopje keek, dat ik dacht van wow, wat is er allemaal wat niet met dat hoopje gebeurd is, voordat het daardoor hier in die pot is terechtgekomen. Ja, ja. Dat is interessante ontmoeting in plaats van, oh jee, vies, het stinkt. Ja, het stinkt en zo en ik van wow. Alles is perceptie. Hè? Ja. Alles is perceptie. Uiteindelijk is dat stuk stront ook gewoon het universum of het wonder. Is ook alles. Ja, inderdaad. Ja. Mijn voorbeeld is wat spreekt wat meer tot de verbeelding. Ja. Vermoed ik. Ja. Nee, ik had het ook op een reggae festival. Ik was met een vriend van mij op een reggae festival. Hij is helemaal reggae gek. En dat is in de Overschie. Dat is hier bij het vliegveld. Is er altijd eens per jaar gratis reggae festival. Tweedaags. Ja. En ik stond daar en je hebt altijd heel veel bassen, je voelt de bassen en op een gegeven moment ging die zon ook door de boom en die bomen, die bladeren begonnen een beetje te kleuren en nou, ik kwam echt daadwerkelijk in een soort trance, in een soort trip terecht. Ja. Tja, nou, ik weet dat nog wel goed. Hè. Maar je moet niet proberen dan, oh nou ga ik volgende keer naar het Rekker Festival, hoop ik dat de zon schijnt en dat ik een beetje in diezelfde bomen nog is. Dat werkt natuurlijk voor geen meter. Hè. Het is gewoon zo, ja je ziet dat wel of niet en je kan het overal in zien. Ja. Ja, maar op een gegeven moment kun je het zelfs ook in die donkere wolken en in de regen kun je dat en ook in de regen zien. Zien. Ja. Dan denk je ook van wow. Nou, en dat is wel heel fijn, want we lopen nog wel eens in de regen de laatste tijd. Ja, zitten we te klagen. Maar hoe mooi is het wel niet dat we regen hebben. Dat wel eens donkere wolken zijn, ik bedoel. Maar dat, het is ook zo, als je de regen spatten voelt op je gezicht, dan is dat ook best wel lekker eigenlijk. En heb je wel eens opgelet, als het gaat regenen, dat de lucht en de reuk ontzettend fris wordt soms. Ja. En dat je echt heel iets, je krijgt er nog iets voor terug. Ik zal nooit zeggen dat ik ervoor ga kiezen nu van, ah lekker, ik ga vooral in de regen lopen. Maar de lucht, die boslucht bijvoorbeeld, net na de regen. Nee, oh, heerlijk.
Verrukkelijk. Ja. Mm. Dus het is, ja, en je kan dus zien van, oh, het regent, ja, jakkie, ik moet mijn poncho aan. Ja. Of je kan denken van, wat ruikt het hier lekker? Ja, ja, het is your choice. Ja. Ja, het doet me ook wel denken aan zo'n quote van Bob Marley, wat ik wel eens heb gezien. Staat dan van some people feel the rain, others just get wet. Ja. Sommige mensen voelen de regen, anderen worden gewoon nat. Ja, geweldig. En op een gegeven moment kunnen we soms zo erg bevangen worden door de oordelen, dat we het wonder van het zijn eigenlijk niet meer gewoon ervaren zoals het is. Nee, precies. Dan gaan we erover denken en dan gaan we weer... Ja, ja, ik doe dat ook wel eens, weet je wel. Dan denk je, oh ja, daar moet ik toch maar een fotootje van maken. Dan vind ik dat ook gewoon leuk om een fotootjes van te maken, om het nog een keer terug te kunnen zien. Voor mij is het wel extra nuttig, want ik vergeet dus vaak echt waar ik geweest ben. Hè? Ja. Ik loop erin en dan ben ik dat helemaal kwijt. En als ik dan een fotootje zie, denk ik, daar was ik. Ja. Dat was wel mooi, denk ik dan. Ja. Maar ik had het eerst ook met pijn en lijden. Ik dacht eerst ook altijd, dat moet ik eigenlijk helemaal niet hebben. Daar moet ik van afkomen. Ik zag dat als iets slechts. Maar op een gegeven moment had ik ook zo'n besef van, wow, hoe mooi is het eigenlijk wel niet dat we ook pijn hebben en dat we ook lijden. Want als we dat helemaal niet zouden hebben, dan zouden we ons veel moeilijker kunnen ontwikkelen. En ons veel minder goed voor onszelf zorgen. Want je hebt bijvoorbeeld kinderen of mensen die bepaalde neurologische ziekte hebben. Ik ben even de naam vergeten hoe dat heet. Die voelen helemaal geen pijn. Ja. Maar wat gebeurt daardoor? Doordat ze geen pijn voelen, is dat hun lichaam na een aantal jaren helemaal beschadigd en kapot is gegaan. Ja. Want die pijn, die normaal weerhoudt het ons ervan om ons lichaam te beschadigen. Als we pijn hebben, dan trekken we ons lichaam daarvan weg, zodat we dat verzorgen of veiligheid stellen. Ja, ja. En als we dat niet zouden hebben, zouden we eigenlijk blootgesteld worden aan allerlei gevaren en allerlei beschadigingen. Zou dat ook voor psychologische pijn zo hebben? In bepaalde mate wel, maar ik denk dat het ook op een gegeven moment dat je wel onnodig pijn en onnodig lijden kan ontstaan, wat eigenlijk dan ook weer niet nodig is. Ja. Maar je ziet ook vaak wel dat veel mensen psychologisch lijden wel een trigger is om op zoek te gaan ook. Hè? Ja, zeker. Dat, ja. Ik bedoel, denk ik dat misschien wel, ja, ik heb geen idee, maar als je ziet op die satsangs en die mensen die er zijn, is denk ik wel vaak, en zelfs als ze camino lopen ook vaak, is toch heel vaak wel een oorzaak van een pijn of een verandering in het leven of iets. Hmm. Dat zijn toch vaak positieve, uiteindelijk zijn die pijnen of positieve triggers, want ons wel altijd tot het ontwaken inderdaad. Ja, en ik geloof ook dat iemand wel zei van ja, van pijn weglopen, daar wordt de pijn niet minder van, hè? Mm-hmm. Als je van de pijn weggaat, dat moet je niet doen. Je moet, als de pijn is, blijf er maar bij. Ja. En kijk er echt maar naar. Ja, laat het er zijn. Laat het er zijn en kijk maar wat er gebeurt. Ja, maar het is natuurlijk niet zo als je een wond hebt, je voelt pijn van, nou, laat me lekker zitten. Ik zei vooral bij slagaders ben ik daar niet voor. Nee. Slagaders op slagaderlijke bloeding zou ik vooral wel afbinden. Vooral omdat het zoveel bloed geeft in de oude. Ja. Ja, interessant. Interessant. Goed, even kijken hoe ver we zijn. Ik heb van Patrick geleerd, maar altijd even kijken hoeveel minuten er zijn. 43 minuten. En dan zeg je altijd, mooi, 43 minuten. Nou, daar hou het op, want dat is kennelijk de perfecte lengte voor een podcast. Ja. Nou, Francis, dankjewel. Jij ook bedankt voor het gezellig gesprek. Ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Dus, ik ga hem afzetten. En volgende keer meer, dames en heren.